helpt je slimme keuzes te maken die goed zijn voor het klimaat. Maar we begrijpen dat het soms nog best ingewikkeld kan zijn. Daarom geven we in deze serie antwoord op de meest gestelde vragen. Deze keer gaan we het hebben over het klimaatprobleem. Hey Eva, we hebben het nu wel over al die duurzame oplossingen, maar is Nederland niet veel te klein om echt iets te kunnen bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem? Ja, Nederland is wel klein natuurlijk, maar in vervuilers zijn we een van de grootste ter wereld helaas. Dus als het om CO2-uitstoot gaat, dan is het maar goed dat we met z'n allen dat klimaatakkoord hebben afgesproken. Zodat we hopelijk, als we het allemaal een beetje goed doen, in 2050 echt klimaatneutraal zijn. Ja, maar willen we daarmee niet gewoon het braafste jongetje van de klas zijn? Nou, dat zijn we nog lang niet, want in de Europese Unie is Nederland een van de minst duurzame als het gaat om energie. Ah, oké. Dus daarom moeten we stoppen met het gebruik van benzine en diesel en moeten onze huizen van het gas af. Is het dan niet raar dat Duitsland juist op aardgas overstapt? Ja, dat klinkt gek, hè, als wij er juist van afgaan. Maar in Duitsland worden woningen ook nog gestookt op bijvoorbeeld olie. En als je van olie naar gas gaat, dat is best een grote klimaatwinst. Dus op de korte termijn boeken ze daar veel mee winst. Maar uiteindelijk, in 2050, willen ze net als wij klimaatneutraal zijn. En dus ook helemaal van het gas af. Dat hoop ik dan maar, want anders doen we alles voor niks. Nou, dat is zeker niet zo. Want het klimaatprobleem is overal, hè, bij jou, bij mij, in de industrie. Dus de oplossing, die is ook overal. Dus iedere bijdrage, die helpt. En wat ook nog het mooie is, als we straks met z'n allen overschakelen naar schone energie, dan biedt dat ook nog eens heel veel kansen voor de economie. Er komen innovaties, er komen nieuwe technieken en er komen ook heel veel banen bij. Zo had ik het nog niet bekeken. Bedankt voor de info, Eva. Graag gedaan. Benieuwd hoe jij kan bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem? Check het nu op hier.nu.